Dit is een zwaard dat we speciaal hebben laten maken voor het verhaal van Nederland. Het is het verhaal van Willem. En dit hebben we speciaal laten maken voor de serie, zodat Willem heel erg herkenbaar is. Het is een scherpwapen, handgesmeed door een smid in Italië die hierop gespecialiseerd is. Acteur Daan Schuurmans is de grote blikvanger van het verhaal van Nederland. Duizenden jaren lang leefden er alleen jagers in ons land. Maar minstens zo belangrijk voor de populaire tv-serie is Leidenaar Jaap Hogendoorn. Vanuit zijn schuur brengt hij de Nederlandse geschiedenis tot leven. Dit is een schoen uit de late ijzertijd, begin van de vroege middeleeuwen. Veel van de herstellingen doe ik zelf. En wat ik van houtwerk kan maken, dat maak ik ook zelf. Dus dit zwaard bijvoorbeeld, ijzer van de smid, het hout en het messingwerk, heb ik zelf gemaakt. Bij het naspelen van historische gebeurtenissen werd zijn bijdrage in de tv-serie steeds groter. Zo'n grote productie is dat niet gewend. Dat één persoon en verstand heeft van figuratie binnenkrijgen, en van kleding, en van materialen, en van gevechtscènes. En stiekem ook nog wel heel veel over de details en de handelingen die erop die mensen uit het verleden deden. Maar dat vertrouwen kreeg ik heel snel van Laurens Blok, de regisseur. Dus op een gegeven moment stonden wij heel vaak naast elkaar naar een scène te kijken. En vroeg hij, Jaap, hoe kan ik dit nou nog interessanter maken? Wat voor een handeling kan erbij? Voor de makers van de tv-serie is het essentieel dat alles waarheidsgetrouw is. Je creëert een wereld samen. En als daar dingen heel erg uit verhouding in zijn of uit de tijd lijken, dan neem je een kijker ook niet mee in het verhaal dat je wil vertellen. He, dingen die afleiden, storen en brengen mensen uit het verhaal dat je wil vertellen. Hogendoorn duikt ook als acteur op in het verhaal van Nederland. Willem is niet de enige die het tegen de Spanjaarden opneemt. Aflevering 6, en daar hadden ze Jan Koppenstok bij nodig. De veerman die als eerste de geuzen ziet aankomen bij Brielen. En daar mocht ik op het IJsselmeer een stuk varen en een roeiboot uitstappen. En heel scherp in de verte kijken. Met een mooie close-up. Superleuk. De watergeuzen. Met ruim 2 miljoen kijkers is het geschiedenisprogramma een groot succes. Op mijn social media was iedereen helemaal klaar om te gaan kijken. Maar dat er zoveel mensen in Nederland het mooi vinden, ja, dat is wel echt, dat verbaast nog meer. Ik had het wel gehoopt, hè?